Hoi, nou, we gaan aan de gang met een vervolg op onze mixed media werkje. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een foto transfert op een theezakje. Ja, ik ben nou eenmaal in mijn theezakjesfase en ik ga daar allerlei dingen mee uitproberen. En het wordt een onderdeel van het hele werk, dus ik zou zeggen, nou, probeer het gewoon. Als je denkt, ik heb niks met theezakjes, maar ik wil dat transferprincipe bijvoorbeeld doen op een stukje hout of op een stuk papier, dat kan ook allemaal. Maar goed, ik vind het leuk om op dat theezakje te werken. Dus vandaar dat ik jullie daarin meeneem. Nou, kijk maar mee. Nou, je hebt dus nodig een theezakje. Een foto die je afgedrukt hebt op printpapier, gewoon met een inkjetprinter. Ik heb hier binder, maar je kan ook houtlijm of Mod Podge of een ander ding gebruiken. Gel medium, water, een kwastje, een schaar, een beetje waterspuit. Nou, we gaan het theezakje openmaken. Je begint aan de bovenkant. Je vouwt gewoon die hoekjes naar buiten. Hoepsakee. En als je dat gedaan hebt, dan kan je dat hele ding openvouwen. Want het is een heel langwerpig ding, blijkt het dan te zijn. Kijk, hup, en dan zit er een naadje in. Aan de onderkant is die open. Dus dan moet je een beetje friemelen. En dan kan je die middennaad, die kan je openmaken. Kijk maar. En als je dan slim bent, heb je er iets onder gezet. Want die T, die komt er natuurlijk uitrollen. In mijn geval doe ik dat dan in die pot. Met losse thee. Het is een zakje wat al gebruikt is en wat gedroogd is, hè? Inmiddels. Even voor de duidelijkheid. Nou, je doet die thee in die pot. En dan heb je dus een prachtig transparant stukje papier heb je over. En dat leg je op je ondergrondje. Ik heb dit hier op een wit plankje gelegd, zodat jullie het goed kunnen zien. Nou, verder heb je een foto nodig die je hebt afgedrukt. Dat had ik al gezegd. En ik ga even kijken welke is het beste voor dit formaat papier. Even kijken. Ja, deze gaat het worden. Kijk, hoppakee, even knippen. Ik knip hem een klein beetje op maat. Zodat ik dadelijk met name de afbeelding over heb. Ik knip de witte randjes er een beetje af. Ik weet niet of het echt nodig is, maar ik vind het gewoon fijn. Nou, kijk, daar hebben we het fotootje. En wat we nu gaan doen, dat is met dat bindmiddel. Het is binder voor acrylverf. Maar zoals gezegd, je kunt ook een gel medium gebruiken of Mod Podge of houtlijm. Gaat allemaal. Maar ik doe het hiermee. Kijk, en nou smeer ik dus het fotootje, smeer ik helemaal in met dat spulletje. Ja, ik zorg dat het een beetje gelijkmatig verdeeld is. Dus dat is een beetje precies. Ik doe ook vooral de deeltjes die ik straks wil blijven zien. Want het principe is dat daar waar je dat spul smeert, in dit, mijn geval dus die binder. Daar zal de inkt overgedragen worden op de ondergrond. En ik ga dat dadelijk doen op een theezakje, maar jullie kunnen dat natuurlijk gewoon ook op een stukje hout doen of op een stuk papier of ergens anders op. Kijk maar gewoon wat je fijn vindt. Ik moet wel zeggen, in het hele project wat ik jullie nou aanbied, het mixed media werk, is een theezakje wel een leuk element om te gebruiken. Je kunt ook vloeipapier uit de schoenendoos nemen of zo. Nou, nu leg ik dat hele fotootje dus op de kop op dat theezakje. En dat bindmiddeltje, dat zorgt ervoor dat het aan elkaar kleeft. Nou, ik druk het helemaal goed vast. Zodat het echt daar waar dat spul zit, ook allemaal mooi in contact is met elkaar. Die theezak en het fotootje. Nou, kijk, dat is een heel gedoe, dat gedruk en gedoe. Maar ik zal hem even omdraaien, dan kunnen jullie zien. Kijk, je ziet hem er al doorheen. Wat er nu moet gebeuren, is dat het geheel gewoon echt straks heel goed droogt.
Want als het niet goed droog is, dan kunnen we niet verder. Oké. Nou, inmiddels zijn we een paar kopjes koffie verder en is het helemaal droog. Je kunt het ook met de föhn drogen, overigens. Maar wat ik nu doe, is er dus een beetje water op dat papier spuiten, waardoor dat een beetje nat wordt. En dan zie je ook een beetje waar de afbeelding zit. En wat ik nu ga doen, is gewoon heel voorzichtig wrijven met mijn vingers over dat papier. En dan zie je dus dat de inkt, die komt tevoorschijn. En het papier, dat wrijf je eraf. Maar die inkt, die zit inmiddels op dat theezakje, op die ondergrond. Het is wel zaak dat je dit heel voorzichtig doet. Want als je te hard wrijft, dan gaat het allemaal kapot. Kan je weer opnieuw beginnen. Nou, is dat niet zo erg. Want waarschijnlijk moet je toch veel thuis zijn. Dus, nou ja, hoe lang het duurt maakt dan ook niet zo heel veel uit. Maar het is natuurlijk wel leuk als het een beetje naar wens verloopt allemaal. Dus doe het lekker voorzichtig. Doe het op je gemakje. En ga gewoon net zo lang rubben. Oh, daar gaat mijn wekker. Wacht even. Ik zet hem even stoppen. Sorry. Ja. Sorry, dat was even een geluidje tussendoor. Dat was de wekker. Maar je ziet dat als je lang genoeg zit te wrijven en te friemelen, dan gaat langzamerhand al dat papier ervan af. En dan hou je dus je drager, je ondergrondje, in dit geval dat theezakje, hou je over met het fotootje erop. Nou, het is echt heel schattig. Dit is een fotootje van mijn dochter toen ze, nou, anderhalf was, denk ik. En ja, god, dat vertedert me natuurlijk nog steeds. In die tijd was ze dol op van die knuffels. Knuffels in het algemeen, maar in het bijzonder de Pink Panther. En daar, deze, die heeft ze hier in de armpjes gekneld, zo lekker. Nou, inmiddels is het fotootje dus overgedragen op het theezakje. Het is nu helemaal een beetje nat. Dus ik ga het dadelijk even te drogen leggen of te drogen hangen. Je kunt het ook drogen met de föhn als je niet genoeg geduld hebt. Kijk, even die rommel een beetje weg. Nou, het is gelukt, kijk maar. Helemaal goed. Nou, de volgende keer, dan ga ik jullie de volgende stap in het proces laten zien. Veel plezier voor vandaag hiermee. Doeg!